Tá aqui mais um, Dan. Sim, você entra aqui. Thank you.
wist iedereen dat. Dan had de klok een half uur geluid. Net zoals nu. Uw toeval. Ja. En dan gingen de hekken naar beneden, de poorten gingen dicht. En dat heeft geduurd tot 1850, houden we in de gaten. 1850. En dan moesten de zwervers, bedelaars, en dan moeten we ook bij zeggen, de Joden moesten de stad uit. Je mag alleen in de stad zijn straks als je wil. Die je best gewoon uitleggen, die hebben wij een hekel aan. In de eerste plaats schijt er soms hele grasveld op. Hm? Ik heb er morgen een half uur. Dat lag genoeg, hè? Inmiddels zijn jongen, ja. Die komen volgend jaar terug. En die land weer tien eieren. Ja. Ik zal u straks in de loop van de tocht een moordvuil laten zien. Een moordvuil? Ja, zo heet dat. Helemaal. Ik ga iedere zaterdagmorgen in respect verkleden in de kleur van de namens AOW. Toen was de liefdadigheid voorbij, toen hebben we een soort van lucht gehad. En vanaf 1600 zijn wij allemaal protestanten. Alle katholieken hebben er toen naar Deventer gestuurd. Dat is serieus, hè? Ja, dat is. Want Deventer is van de bisschop van Utrecht. En de graaf van Gelder, die was aangesloten bij Oranje. Die waren protestanten. Maar dat is niet zo lang geleden. Mevrouw, die wil niet leven. En de diepte is? De diepte is 2 tot 3 meter, dus je kunt er niet staan. Ja. Maar je ziet, er liggen rondom in het water. Dat is een ring. Dit is een kaartje van 1823. Er zijn grote gedeelten gedempt. Straks moeten we ook een draai maken, want dit gedeelte is dus beschikbaar gesteld voor de spoorlijn hierop. Dus de kracht voor de grote deel gedempt. Maar je ziet, er liggen rondom in. Zutphen bestaat uit 3 delen. De eerste plaats is de binnenstad. Dit is de binnenstad, dit is de nieuwe stad, die zit er nu achter. En hier, tussen die twee punten, dat is een bastion. Uit die beton, dus vandaar dat ze de vesting hebben opgegeven en buiten de stad nog gebouwd. Wat voor mensen achter de bewoners die 12 kamers of zo. Ze zijn nu niet te slijpen. Het is een probleem.
Non vi scrivo in verità, grazie. Nadare. É 20 minutos. Mas tu? 20 minutos. Tu? Tens de contar com os outros. É uma descida. Eu sinto muito frio. Dat is de grote toren, de grote kerk. En naarmate de stad groter werd het land lager. En iedere keer werd dat opgehoopt. Eu só procuro o café e não faço nada. Está? Thank you.
chega pra cá, opa! Chega, o braço não chega. O braço não chega a todos. Há quem diga que isto há paraíso lá em cima, não é? Uhum. Mas o que é que a gente lhe chama isto? Então? Não achas que isto é paraíso? É o pré. Isto aqui é realmente onde andamos nesta altura. É melhor a gente aproveitar já que isto aqui é certo. Este está certo, este paraíso está certo. O lado sem ninguém a saber. É melhor com os ricos, pá. Isto não é, não é uma riqueza, isto é uma rica vida que a gente tem. With her mind.
Thank you.
Ela passa mais vira mais. Mais baixo. Eu não estou a ver como é que é. Está a saber que o Vinta lá se está a ver. Está a ver, olha lá. É na sexta a rir. É isso. Mas eu sei que o mar. Olha aí, olha, está a filmar, olha. Ai, olha e faz. Está tudo para a coisa, está bonita. Está a rasgar o cabelo. Esta gente não tem juízo, não tem juízo, João. Tu sabes, João. É só comer e beber. Ei. Carvalho, isto já está ligado ou não? Sim. Olha, vamos ver a Graça Brasa, depois do passeio de Zutin, que foi a primeira cidade que fomos visitar hoje. Foi uma cidade bastante interessante para ver. É uma cidade pequena, mas com bastante interesse. Quando chegámos lá, fizemos uma viagem de barco, também foi bastante interessante ver aqueles monumentos e aquelas casas em volta empurradas aos canais e a natureza, com bastante criação agora atualmente daqueles patos e daquelas galinhas, que é galinhas de água, que chama aquilo, parece que. E então achámos bastante interessante ver aquilo. E é aquilo que a pessoa nos contou durante a viagem. Depois daí fomos almoçar a um restaurante à beira da água também, foi bastante interessante estarmos ali, foi na rua que almoçámos, estava um tempo não de sol, mas a temperatura razoável. Foi bastante agradável. Saímos dali e o Carvalho levou-nos a Devon. Também foi bastante interessante. Aquele mercado que vimos ali na rua, aquela esplanada onde estavam bastantes pessoas sentadas, aquelas ruas de roupas onde algumas senhoras entravam e saíam para ver e experimentar alguns vestidos. Ainda bem que não servia ou não gostaram, porque pronto, a intenção não era vir a fazer investimentos nesse sentido. E agora, estamos aqui em Utrecht, fizemos a mudança de um comboio para o outro e vamos de regresso a casa. A Maria tem lá, só para mim e para a Maria, não é para vocês, não estejam a pensar. O rancho, que é o rancho, que era o grão, que era os ovejos de ontem, o grão com couve e
com aquele macarrão, aquela massa grossa, e esse que me vai tocar esta noite. É para já vou com um bocado de se pensar nisto, agora já me está a dar aqui o golpe de mão. Depois tomo um copinho de vinho e bem, a minha noite vai terminar assim. Pôr os pés acima, sentar no banco, pôr os pés acima da mesa, apanhar no telecomando e ligar a televisão e esperar que a hora chegue da cama. Het mooiste halve Riesel is het Twentse platteland. Bossen, heide, dinkel, een landschap zo markant. Vleugel, de midwinterboom, bosvuur, de textiel, witte wieven in het veen, het is een streek met een ziel. Wie woont in Overijssel, maar niet in dezelfde streek? Ieder heeft zijn eigen plek, waar hij eens verbezweek. De kop van Overijssel zal aan de Twentse land. Door voor wie ooit geboren bent en wie ons had verpand. De heuvelrug van Salland is mijn allermooiste plek. De Halteberg vol heide, ook aan bossen geen gebrek. Kalk of een stoppelhane en vaar op de vecht. De hazensteen aan de Issel, ja die pakt mij echt. Wie woont in Overijssel, maar niet in dezelfde streek? Ieder heeft zijn eigen plek, waar hij eens verbezweek. De kop van Overijssel zal aan de Twentse land. Door voor wie ooit geboren bent en wie ons had verpand. Die mag zich laten zien. De oude veste stenen, naar het Jan en Annegien. De weer heeft men vernoot aan de Zuiderzee. Een wetterlandschap o zo mooi, en dat is geen cliché. Wie woont in Overijssel, maar niet in dezelfde streek? Ieder heeft zijn eigen plek, waar hij eens verbezweek. De kop van Overijssel zal aan de Twentse land. Door voor wie ooit geboren bent en wie ons had verpand. De kop van Overijssel zal aan de Twentse land.